Als je die eerste hap neemt, nou dan is het net als, ik zal maar zeggen, poepen als je heel nodig moet. Dat is zoiets heerlijks. Dan word je helemaal vervuld van een soort warmte, van een soort getroost zijn, van alles is goed gekomen, terwijl ik zo bang was dat het nooit meer goed zou komen. Zin hebben in eten is bij mij altijd bang zijn om geen eten te hebben. Als ik die angst voel aankomen, dan kan ik aan niks anders denken. Dan kan ik alleen maar denken, waar is eten, wanneer kan ik eten, hoe kom ik eraan? Dus het is niet zo dat ik bijvoorbeeld denk, ik neem nu 1 stuk chocola. Zo, en de rest leg ik weg, want ik ben aan mijn trek gekomen. Ik ben klaargekomen, zal ik maar zeggen. Nee, dan moet dat hele blok chocola moet op. En dat is eigenlijk misschien wel het allergrootste probleem van dat bevrediging zoeken. Dat ik niet ophoud als het klaar is. Ik ben er een stuk gelukkiger van geworden. En dat komt omdat ik nu een soort balans heb gevonden, uiterlijk, maar ook eigenlijk innerlijk, dat ik denk, ik vind het wel fijn om die gulzigheid, die misschien wel ergens nog een beetje tikt, maar die ik gewoon heb moeten bedwingen, om die gulzigheid niet meer altijd als een soort afgrijzelijk monster naast me te hebben. Dus ik ben wel veel gelukkiger geworden.